Ik denk dat de christenheid de houding van Daniël moet leren. En Daniël uit het Oude Testament leest bij de profeten, een leven dan tussen 500 en 600 voor Christus, er is de Babylonische ballingschap, in 70 jaar nu. Daniël leest in de Bijbel dat die ballingschap toen 70 jaar zou duren. En dat ze na 70 jaar dus terug konden keren naar het land. En hij beseft dat dat vlak voor de deur staat. Dan zegt hij niet, oh nou eens fijn kijken hoe de profetieën zich voor ons over vervullen, hoe God dat allemaal gaat doen. Dan gaat hij op zijn knieën en zegt hij, Heer, vergeef mijn zonden. Terwijl hij persoonlijk niks verkeerds gedaan had. Hij weigert voedsel te eten, wat hij niet mocht eten als Jood aan het hof. Dus ja, het was een vroom man. En toch zegt hij, vergeef mijn zonde. Daarna zegt hij, en vergeef de zonde van mijn volk. Hij identificeert zich met de zonde van zijn volk. Daarna zegt hij zelfs, en vergeef de zonde van mijn voorgeslacht. Dus hij identificeert zich met de zonde van de generaties die al lang gestorven zijn. Dus een soort identificatie met een soort collectieve schuld die je als christenheid op je hebt. En wat is die collectieve schuld? Het ontwikkelen van een theologie waarin in de landen van Europa niet alleen de Holocaust, dat is uiteindelijk de climax zou je kunnen zeggen. Maar als je kijkt naar de kruistochten, als je kijkt naar de pogroms, als je kijkt naar wat Luther gezegd heeft over de Joden, de meest verschrikkelijke dingen. Als je ziet wat er in de, nou ja, in kleine dorpjes, in grote steden. Ik heb een boek van Simon Wiesenthal, in de vorm van een dagboek, waarin hij beschrijft, en ik pak maar een paar voorbeelden, bijvoorbeeld 16 maart, 1372, 40 Joden doodgeslagen in een dorpje in Italië. In Spanje een meisje verkracht, alleen maar omdat ze Jood was. En zo gaat hij dag na dag, loopt hij 2000 jaar christelijke geschiedenis na. Ik weet van een bepaalde orde in Duitsland die daar dagelijks voor om vergeving vragen. Die hebben dat boek daar liggen in de kapel, slaan het iedere dag om. Dus besef het. Vraag er vergeving voor, ook al heb je er persoonlijk geen schuld aan. Maar kijk ook om je heen wat er vandaag gebeurt